Nou, we gaan even parkeren. Ik moet weer pissen. Ik moet pissen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cesar. Ik ben René. En wij gaan vandaag naar... ik vergeet Jesse. En dit is Jesse Silver. En we gaan vandaag naar Lemmer, naar Fish, de Fishinator. Oftewel, Il Pesce, zoals ze in Italië zeggen. Ja, want hij is wel bekend om zijn games, om zijn streams. Een vriend van Paul, en soms ook niet. Maar volgens mij leggen ze het weer bij. Maar volgens mij op het moment weer niet. Dus ja, even afwachten inderdaad hoe het er vandaag voor staat. Ja. Heel aardige gast. We hebben leren kennen via... Twitter en ook via Paul natuurlijk, via Instagram volgens mij. Dus af en toe een DM'tje. Superleuk, ze leren nieuwe mensen kennen. En hij heeft ons uitgenodigd voor Bartalk. En hij is, Bartalk is zijn eigen YouTube-serie die hij in zijn eigen huis opneemt. En hij heeft gewoon een bar in zijn huis. Een bar in zijn huis. Logisch. Ja, super tof. Zullen wij er ook eentje bouwen? Nee. Oh. Daarvoor gaan we naar Fish. Kort maar krachtig. Ja, het is alleen wel 2 uur rijden. Dus we zijn lekker vroeg opgestaan vandaag. En we gaan ons lekker klaarmaken. Hoe zou het zien? Je bent gewoon een prinsesje, poepie. Ja, natuurlijk. Ja. I love you. Nou, weer lekker zoetsappig. I love you too. En tot straks. Rijden. Zo, we zijn er in Lemmen. Het was zeker wel 2 uur rijden, denk ik. Ja, Lemmer of all places. Lemmer of all places. Volgens mij is het opgespoten land. Het is officieel opgespoten land, poepie. Ja? Ja. Bedankt voor deze geschiedenisles. Of hoe noem je dat? Aardrijkskundeles. Ja. Nou, Jesse Silver is er inmiddels ook wel een beetje klaar mee. Ik denk dat dit wel de eerste keer gaat zijn dat Jesse zich in een bar gaat begeven. Denk je niet? Ja. Gelukkig is het geen officiële. Nee, we liegen. Daantje, tuurlijk. Excusez-moi. Nou, we gaan even parkeren. Ik moet weer pissen. Oh. We zijn binnen en we gaan kijken naar de YouTube-kamer. Ja, laten we eens even kijken waar het gebeurt. Bij de Fish thuis. Lekkere billetjes, hè? Hey. Oh, sorry, daar kwamen we niet voor. Oeh, dit is mijn YouTube-kamer. Kijk, ja, dat is wat, hè? Ja, ik had een soort van alles klaar gemaakt bij ons thuis. En toen werd mijn vrouw zwanger. En wanneer komt de volgende dan? Nee, niet. Nee, echt niet? Nee. Nee, geen... Het was een meisje. Kijk dan. Ja, echt zo'n cave, man cave. Man cave, ja. Maar ja, dat is leuk juist, toch? Ja. Waar komt je naam vandaan? Fishinator. Oh, dat is mijn dartnaam officieel. Oh, je dartnaam? Ja. En Fish is dartnaam, eigenlijk. En dat is, heb ik later gewoon een gamertag aangemaakt. Dat moet je hebben natuurlijk, hè, online. Nou, dat was gewoon Fishinator. Oké. En dat is gewoon mijn... Maar waarom Fish? Omdat ik, als ik dartte, dan doe ik mijn mond open. Ja, maar dat hebben best wel veel mensen ook. Ja, dat hebben heel veel mensen, ja. Iedereen heeft wel een tikkie of zo. Ja. Dat is juist leuk om met die darters te kijken, welke tik heeft deze nou weer. Die andere die draait dat ding, of die andere die... Ja. Dat heeft wel te maken met gooien, hoor. Dat je anders niet kan gooien. Sommige mensen moeten... Het klinkt misschien stom, maar op het laatst krijg je zeg maar een soort stijfheid, laat ik dat maar zo noemen. En dan moet je gewoon iets hebben om een pijl te kunnen gooien, zeg maar. Ja, leuk hoor. Lang geleden. Ik heb ook een tijdje gedacht. Maar... Ja? Ja. Geen hoog niveau. Nee, dat niet. Zo, we zijn inmiddels aangekomen in de bar waar het allemaal gebeurt. Ja, en het is hier binnen beter dan buiten. Hij zit wel op de goede plek, hè? Hij heeft eigenlijk verbiertap toch? Ik ben weer op mijn oude plekje gaan zitten. Ja, dit is lang geleden, joh. Is het gesponsord door. Was dat maar waar? Hey, het is hartstikke leuk hier, jongens. Wat gaan we doen vandaag? Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over social media en hoe het. Hoe mensen er ook mee omgaan, zeg maar. Dus iedereen weet al, denk ik, Instagram bijvoorbeeld, dat iedereen zich mooier voordoet dan het is. Maar ook keyboard warriors gaan het over hebben. Keyboard warriors. Keyboard warriors. Mooi is dat, een mooi woord. Ja, die gaan we doen. Mooi uitleggen. Weet je wat het is? Nou, zo'n mensen die gewoon, kinderen bijvoorbeeld, die gewoon vervelende reacties. Ja, precies. Oh, zo, warriors online, ja. Maar pussies in real life. Ja. Oké. Okay. Ja. En wil jij eigenlijk wel een beeld?
Joop, wie bent u? Jij. ik ben Jouke. En ja, bar is van mij. Wij nemen hier de bartok meestal op. Leuk man. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Nou, jullie vragen heel veel voor het komen. Ja. Jullie moeten een eind rijden. Zo, hoe lang zijn jullie onderweg geweest? Ja, 2 uur. Ja, maar daar hebben we ervan over. Ja, lekker rappies. Ja. Ja, 2 uur wel met een tussenstopje, hè. Want ja, we moesten passen. Hij dacht op een gegeven moment ook van... En die kleine, een klein hapje. Ja, die had wel op een gegeven moment gehad, maar we hebben wel even geslapen en zo. Hé? Maar die zit nou met een cracker in zijn mond. Dat vind je hartstikke lekker. Ja. Als hij gaat huilen en je geeft hem te eten, is klaar. Introotje. Ik hoorde dat van jullie website. Dus we pas over een week online. Dat was het. En jullie bent ook. Recording. Zo, we zitten even in de bar talk. Om even een pauzetje. Ja, dat moet, hebben we 20 minuten. Ja, dus kan de camera niet aan. GoPro, turn off. Voice commands, zeker. Ik vind dat altijd zo stom, hè. Het is wel leuk, zo'n dingetje altijd. Ja. Ja. Maar ik heb hem geïmporteerd uit Engeland of zo. Dat was echt wel €100 goedkoper. Okay. Alleen in het begin moest je niet voor betalen. Nee, gelukkig niet. Oh nee, Engeland. Maar nu wel. In het begin had hij wat kuren. Maar hij begint nou even zijn draai. Hij begint te luisteren. Nou, hij moest even wennen aan je stem. Nou, we zijn weer thuis na 2 uur rijden. En Sergio, die is maar even snel de keuken ingedoken, want we hebben honger. Inderdaad wel eventjes wat van die spaghettibenen. Voor een beetje. Maar ja, het was gezellig, hè? Was heel gezellig, ja. Leuke vent ook. Ja. Aardige gast en ja, leuk gesprek gehad. Over social media, goed toepasselijk. Ja. Aangezien we daar veel mee te maken hebben. Het heet dus Bar Talk en het komt op het kanaal van Fish. Dus we zullen dan wel de link hieronder zetten. Schrijven inderdaad. Ja, nou. Ik met mijn grote hoofd Flevoland. Flevoland was gewoon Friesland. 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 We zijn maar helemaal naar Friesland. Ja, Friesland, maar nog een stukje verder, ja. Eentje in the middle of nowhere, maar als je houdt van rust en zo, zit je daar wel echt goed. Ja, dat was leuk. Nou, in ieder geval, Jesse Silver die was er ook klaar mee. Die ligt alweer lekker op bed. Wij gaan even lekker eten en afsluiten. Dus, vond je dit een toffe vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op een belletje te drukken natuurlijk. En dan zien we jou heel graag weer bij de volgende vlog. Tot ciao! Ciao. Love can take me when I'm with you. No, the world won't break me.